Ik heb niet echt iets wat ik het leukst vind. Het is allebei heel anders. Solo ben je natuurlijk heel erg op jezelf. En als het niet goed gaat, kan je eigenlijk zelf alleen maar de schuld geven. En met het duet is het toch meer met z'n tweeën. En ja, het is iets, je hebt iets meer gezelschap. Dus het is iets gezelliger, laat ik het zo zeggen. Heb je het gezelschap nodig voor de druk? Nou, niet altijd. Ik bedoel, ja, anders was ik natuurlijk nooit solo gaan zwemmen. Want ja, als je dat niet kan alleen, dan heb je daar niks te zoeken. Maar ja, op zich... Ik vind het gewoon allebei heel leuk eigenlijk. We hadden het net over die balans tussen karakters. Zie je dat ook zo? Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, ik ben iets drukker, laat ik zo zeggen. En Christina, mijn duetpartner, is iets rustiger. Maar dat heft elkaar ook wel weer op. Dus af en toe moet ik iets rustiger zijn en af en toe mag zij wel iets drukker. Hoe weet je nou in het water of je synchroon zwemt? Of je tegelijkertijd beweging doet? Zie je het onder water of hoe moet dat zien? Dat ligt eraan. Soms als het heel erg ongelijk gaat, dan zie je dat wel. Want dan zie je gewoon dat, dan zie je de zwemster voor je. Want we trainen vaak met zwemmen op. Dus dan zie je sowieso helder onder water. En dan zie je gewoon of iemand niet gelijk met jou gaat of wel. Op een wedstrijd hebben we natuurlijk gewoon zwemmen zonder zwemmen op. Dus dan zie je heel wazig onder water. Dan zie je het minder. Dus is het meer later dat je vraagt van, en hoe ging het? En dan hoor je eigenlijk wel wat mindere en betere punten waren. Dus dat merk je niet altijd. Maar als je echt groot fout in zit, dan merk je dat vrij snel. Wat is tot nu toe het evenement geweest dat je dacht, oh, dat was echt te gek? Dat zijn eigenlijk wel twee. Ik heb in Shanghai op de WK geswommen. Dat was mijn eerste keer als WK en ik was 15. Dus dan ben je nog vrij jong, want het begint eigenlijk pas vanaf 18. Dat was wel het eerste moment waarvan ik dacht, jeetje, wow, dat is echt zo gaaf. Zoveel mensen en dan ben je nog jong, dus het is zo overweldigend. Maar mijn tweede wedstrijd is wel het WK afgelopen jaar in Barcelona. Want dat was de eerste keer dat ik als soliste voor Nederland op het wereldkampioenschap heb gezongen. Dus ja, dat blijft natuurlijk speciaal. Ons doel ligt nu gewoon op Rio. En daarna is het gewoon kijken, heb je het gehaald, heb je het niet gehaald. Wil je dan nog doorgaan, wil je nog een Olympisch spelen? Dat is dan allemaal eigenlijk wat ik daarna wil bekijken. Ik wil nu gewoon me volledig richten op Rio om te zorgen dat ik daar er kan staan. En dat ik daar in ieder geval aanwezig ben. En daarna zien we eigenlijk wel verder. Dus we zien je in Rio? Ja, als mij ligt wel, ja.